De Nationale Assemblée heeft vanmorgen een informatiesessie gehouden over de ziekte diabetes. Het parlement heeft dit gedaan in verband met Werelddiabetesdag vandaag. Het thema was familie en diabetes. Werelddiabetesdag is een wereldwijde actie die sinds 1991 jaarlijks wordt georganiseerd op 14 november. Het ministerie van Volksgezondheid, het SZF en de One Stop Shop hebben verschillende presentaties over dit onderwerp gehouden. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons opende de informatiesessie en gaf aan waarom het parlement aandacht aan deze dag besteedt. Cleopatra Jesrun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, presenteerde cijfers die aantonen dat diabetes wereldwijd, dus ook in Suriname, een probleem wordt. We hebben ervoor gekozen om als Nationale Assemblée ons te buigen nu over deze specifieke ziekte die veel voorkomt in Suriname. En zoals gezegd weet de helft van de mensen eigenlijk nog niet eens dat ze het hebben. Waarom? Diabetes, net als alle andere niet overdraagbare aandoeningen, zijn op dit moment een ware epidemie in de wereld en ook in Suriname. En wanneer dingen een epidemie zijn, dan zijn ze geen genetische aandoeningen. Dan worden ze veroorzaakt door iets in of buiten de mens dat aan het veranderen is. Dit is verloop van diabetesmeters in percentages in Suriname genomen van 2011 tot en met 2016. Dus om u een beeld te geven van diabetes, de cijfers van 2010 en daarvoor zijn er ook. Dit is om een summeerbeeld te geven. De leeftijdsgroepen die meer vatbaar zijn voor diabetes zijn daar niet aangegeven. Het is daar alleen in gender verdeeld. Maar dat is bij de jongeren tussen de 10 en 19 jaar en volwassenen van middelbare leeftijd tussen de 45 en 64 jaar. Sharon van Engelen, arts bij het SZF, geeft aan dat momenteel 800 patiënten dialyseren van wie 41% diabetes heeft. Van Engelen geeft een uiteenzetting van de kosten van het SZF ten behoeve van patiënten met suikerziekte. U krijgt ook een presentatie van dokter Elisabeth Berggraaf te zien die uitlegt waarom er hoge kosten zijn, ook bij de One Stop Shop. Ja, dus als we kijken naar op basis van de kosten zijn dit de top 15 medicijnen. Op maandgebruik valt het mee. Bijvoorbeeld met formine wordt heel veel voorgeschreven. Per maand kost dat ons 30 SAD. Maar bijvoorbeeld insuline kan gemakkelijk op maandbasis 1000 SAD kosten. Ook de naalden en de spuiten kosten op maandbasis ongeveer 133 SAD. Dit zijn de medicijnen die het SZF vergoedt voor behandeling van suikerziekte. 5% van onze mensen gebruiken 70% van onze kosten. That's it. En dat, wij zijn echt geen uitzondering. En het probleem van die zorg zoals hij nu gestructureerd is, die acute zorg, die gaat alleen maar blijven betalen voor hoogcomplexe zorg. Die groep die daaronder zit en eigenlijk nog niet ziek is, die gebruikt maar een heel klein deel. En als we niet zullen zorgen voor out of the box denken, anders gaan denken, anders kijken naar dingen, uit onze comfortzone stappen, gaan we die zorg niet kunnen beheersen. Dr. Elisabeth Berggraaf, vertegenwoordiger van de One Stop Shop en daarvoor Sharon van Engelen, arts verbonden aan het SZF. Ze spraken vanmorgen tijdens een informatiesessie in het parlementsgebouw, die in verband met Werelddiabetesdag vandaag is georganiseerd.